Morning. Het is 7:15. Ik ben hier achter mij een soort bezig om een set te bouwen. Dus ik wil een Q&A interviewachtige video opnemen. En die oproep had ik gedaan van hoi, wie kan goed vragen stellen? Ik ga zo naar Alice, want ik mag van haar camera lenen. Ze hebben 2 standpunten. Dus tot zo. Oké, guys. Ik heb de camera bij Alice opgehaald. Jullie weten dat dit er normaal anders uitziet. Eigenlijk 2 mooie decoortjes. Dus dit is de achtergrond van Nelleke zometeen. En dit die van mij. Is dit 1 statief en dat het ander. Dan ga ik hier zitten. Dan moet ik eigenlijk dit net niet in beeld. Nee, ik ben niet zenuwachtig. Bring it on. Nee, straks zit ik te janken, jongens. Nee, we zullen zien. Ja, oh, je hebt ook nog zo'n noodset met allemaal hele gemene vragen. En nu huilen. Oké, nou, we gaan even koffie drinken. Nou, nee, dan gaan we meteen beginnen. Wat dacht je daarvan? Even lekker koffietje zetten, maar met koffie en al gaan we beginnen. Oké, dit is Nelleke en zij is kijker. Dus zij zag een oproep in mijn vlog. Waarin ik vroeg, wie heeft er zin om mij een paar vragen te stellen vanuit de kijkers? Want ik krijg heel vaak vragen en heel veel vloggers doen dan een Q&A. Maar ik dacht, kan het niet iets meer met diepgang en iets meer inhoudelijk? En iemand die echt goed vragen kan stellen. En zij is psycholoog voor de vak, voor de werk. Maar ze zit hier eigenlijk vanuit een kijk... Ik stotter de hele tijd. Dat doe ik ook nooit, maar omdat ik dit moest zeggen. Weet jij, nee, je moet zeggen dat ja. Ik zit hier niet op een, bij een, hoe noem je dat, spreekuur. Nee. Precies, je bent niet bij een therapeut. Dus dat ga je nu zien. Is dat goed? Dat is goed. Top. Voor mij heel belangrijk was dat jij een YouTube-fan bent. Dus dat je veel weet van andere vloggers. Ja, behalve dat ik daar niet echt mee uit de kast wil komen. Maar ja, dan weet je dat nu. Ja, maar... Ja, maar er is een hele wereld op YouTube en heel veel mensen begrijpen die niet, maar jij begrijpt hem omdat je veel andere video's ook kijkt. Of heel vaak kijk ik niet zozeer vanwege de inhoud, maar kijk ik omdat ik het interessant vind waarom mensen wat laten zien en wat werkt. Top, dat heb ik hier natuurlijk nu op. Ja, super. Jezus, wat een amateur. Maar dat vind ik, snap je dat ik dat heel belangrijk vind? Ja. Oké. Oh. Ja, ik denk dat daar mijn vragen ook vooral uitkomen uit dat ik dus voor plezier jouw video's kijk. Moet ik video's zeggen of wat zeg je? Vlogs, maar vlogs. Kijk, dit is geen vlog bijvoorbeeld. Nee, dit is een precies. Q&A, dus als je een overkoepelend term wil hebben, moet je video zeggen. Ja, video. Dus ik kijk heel erg voor mijn plezier, maar ik vind het dus ook heel intrigerend wat je aan het doen bent en waarom je het aan het doen bent. Van daaruit zijn mijn vragen denk ik ook bedacht. En maar gewoon even heel laag naar beginnen. Hoe ben je opgeleid? Nou, dit is wel de ergste vraag meteen die ik kan stellen. Ja. Alsjeblieft. Ik heb gisteren, dit is echt een ziek lang verhaal, maar ik ga het toch even vertellen. Ja. Maar die vraag wordt gesteld ook. Ja. Ja. En die kan ik heel makkelijk beantwoorden door te zeggen Amfi en Via. Dat zijn HBO en een masteropleiding waar ik ben opgeleid als ontwerper. Alleen, wat ik altijd opzettelijk verhul, is wat ik daarvoor heb gedaan. En nou weet ik dus... Wat heb je daarvoor gedaan? Ja, eergisteren, toevallig, dit is echt een heel spectaculair verhaal, denk ik, wat een Tinder match. Ja. Daar raakte ik mee aan de praat. Ze zijn heel intens gaan appen, een paar dagen. Het was superleuk, echt een snel, scherp type. En uiteindelijk gingen we bellen. En hij was dyslectisch. En dat zei hij echt in de derde zin. En ik... verberg dat altijd. Want ik dacht, ja, die schaamte die daar helemaal voor mij omheen hangt, want daar schaam ik me dus al heel lang voor. Ja, ja. En hij zette dat in als een soort van, hey, ik ben dus zo uitzonderlijk omdat ik dyslectisch ben. Toen dacht ik, hé, wat ben jij een leuk persoon. Ik heb nu geen contact meer met hem. En het is ook niet goed als je bent een soort vergelijkbaar figuur, denk ik, te veel hetzelfde. Maar ik vond het wel heel inspirerend dat hij dus ongegeneerd vertelde dat hij dingen niet goed kon en waaronder dat dyslectisch dus. Wat ik dus probeer te verhullen is dat ik... Eerst deed ik HAVO, MAVO, VWO op een Montessori. Redde ik niet. Toen moest ik naar een reguliere MAVO. Redde ik niet. Toen werd ik getest en toen bleek ik dus dyslectisch, maar toen moest ik dus VWO doen. En dan zeg ik ook, moest ik doen, omdat ik dat nog steeds niet
Je kijkt er ook fijn naar. Vond. Weet je, ik vond dat niet prettig. En ik schaamde me daar ook voor. En nu denk ik van ja, eigenlijk is het best wel knap dat ik daarna nog zo lang heb kunnen studeren. En ook fijn dat dat kon. Ja. En dat ik ben gaan doen wat ik wilde doen. Dus eigenlijk hoef ik me daar niet voor te schamen. Maar toch hangt er nog steeds iets omheen dat ik bang ben dat mensen mij dan dom vinden. Dus dit is een kutvraag, maar denk ik wel. Alsjeblieft. Maar je bent niet dom. Ja, de vraag dit weekend met Anna was, wat is dom? Wat is intelligent? Oh ja. Dus wij gingen het helemaal ontleden van, ja, waar ben je slim in? Ja. Ik bedoel, dat joch wat ik op de Tinder had, die kan niet zijn eigen administratie doen en die blokkeert als hij een vakantie moet boeken. Doordat hij dyslectisch is, maar die was razend slim. Scherp, snel, zag allerlei verbanden. Ik vond dat, ja, dan denk ik, ja, wat is dan slim? Ja. Ja, ik ga vandaag geen antwoorden geven natuurlijk. Maar ik vind, oh, dit is dat. Ik vind de vraag ontleden, wat is dom en slim en wat is intelligentie precies, al niet zo heel erg dom. Ik denk dat onzekerheid ook niet rationeel te verklaren is. Hè? Ik heb gewoon heel lang het gevoel gekregen op de basisschool en de eerste 2 jaar van mijn middelbare school, dat ik op 5 talen zakte en op de andere vakken wel hoog scoorde. Ja. Dan als je daarop zakt en niemand heeft je ooit verteld dat er iets bestaat zoals dyslexie. Ja. Dan associeer je dus, en mijn zus is heel slim en die kan heel goed schrijven. dan denk je dus dat er iets niet goed is, maar het wordt niet benoemd. Ja. Mijn ouders hebben mij nooit het gevoel gegeven dat ik dom was. Een leraar eigenlijk ook niet, want ik zat op een Jena-plan. Dus ik ben heel zelfverzekerd, alleen dat ene onderdeel. En daarna nog steeds maken mensen grapjes van... Zie je dat op die menukaart? Dat is verkeerd geschreven. Ah, ja. Dat ik echt denk, ik zie niet eens wat er verkeerd geschreven is. Nou ja, als iemand je gaat uitlachen, omdat ik had opgeschreven die spullen liggen daar met CH. Ja. En iemand gaat keihard lachen van, haha, wie heeft dit geschreven? Wat een debiel. Dat zijn allemaal dingen die gewoon dwars door mijn hart gingen. Ja. Ga daar ook in dan? Nee, dus daar lieg ik dan over. Oh ja. En ja. Sinds nu 3 dagen geleden denk ik, nee. Dan ga je even uit de kast. En die dude zei zelfs, ik trek gewoon die kaart. Ja. En zet het gewoon in. Ja. Dus ik denk ook, als ik het nu een paar keer uitspreek, zeker hier gewoon op camera, dan... En dus schaamte, dat gevoel schaamte omtrent mijn lezen en schrijven. Het verbergen daarvan. En dan het nu. Openlijk vertellen dat een shift is geweest, maar niet dat ik ben veranderd in hoe ik over denk. Ah, nee. Maar toen is je VWO gedaan en toen, hoe ben je wel bij de Amfi terechtgekomen? En nog een MBO gedaan, mode in Groningen. En daarna ben ik naar Amfi gegaan. En daar voelde ik me heel erg op mijn gemak qua type mensen. Dus dat was ook de overgang Groningen-Amsterdam. Toen ben je naar Amsterdam. Ja, dus voor Amfi ben ik 15 jaar geleden naar Amsterdam gegaan. Op je 20ste. Ja. Ja, daar voelde ik me echt normaal. Ah ja. En ik voelde me in Niebert niet normaal. Ja, dat is door. Echt op een hufje. In Niebert woonde ik echt tussen de boerderijen. Ja. En had ik ook allemaal dingen aan die daar niet normaal werden bevonden. Dat was het meer. En toen kwam ik op Amfi. En daar zag iedereen er uitgesproken uit. Dus toen dacht ik, hé, er zijn meer mensen zoals ik. Maar en wist je die 20 jaar in Niebert dat bestond? Dat je op een plek zou komen waar je mensen zou tegenkomen die hetzelfde waren? Nou, ik wist wel dat er mensen waren die hetzelfde waren als ik. Maar ik had niet verwacht dat het er zoveel waren. Ah, ja. Dus ik dacht dat wij met z'n allen de uitzondering waren. Op Amfi was ik geen uitzondering. Was ik gewoon echt met mensen zoals ik. Creatief. Vind je jezelf nu een uitzondering? Ja. Of wel? Ja, als ik op wereldniveau kijk. Ja. Kijk, in mijn scene niet. Nee. Ik verzamel allemaal mensen om me heen die ook zo zijn als ik. Maar ik ben natuurlijk niet gek. Ik weet ook wel dat er niet heel veel mensen zo zijn. Ja. Ja. En ben je daar vaak bewust van? Of? Nou, hier lekker eigenlijk in deze bubbel zit ik wel goed. Ja. Hier, ja. Let niemand op mij, kijkt niemand gek op als ik wat aantrek. Dus ja, hier word je niet mee geconfronteerd. Want die mode zat er dus blijkbaar heel jong in. Wat was het eerste moment dat Ja, kijk, je hebt mode en kleding. Ja, als je dat loshaalt, dan is het dus mode is dus wat er trendy is. Ja.
hè, wat er dus jij gebeurt. Jij schrijft zelf het woord mode. Dus dacht je, ga daarvoor door. Ja, ja. Oh, ja. Oh nee, maar ik, het is ook wel ook mode. Alleen als kind was het niet mode, maar was het kleding. Ja. Dus als kind ging ik me heel veel verkleden. Ah. Dus dat heeft denk ik dan meer te maken met uiting. Terwijl mode is natuurlijk gewoon een beweging in de maatschappij waar heel veel mensen in meegaan. En dat vind ik ook heel interessant. Maar als kind denk ik dat het vooral was om je te uiten. En wat is het meest interessant aan kleding? Ja, het zijn denk ik een aantal dingen waar een maatschappij dus inderdaad behoefte aan heeft. Dat het duidelijk wordt door middel hoe we ons kleden. Dus dat het vaak reacties zijn op wat er gebeurt. Ik vind het heel interessant om te analyseren en dus ook te voorspellen waar het naartoe gaat. Ja. En ik hou ontzettend, ik kick eigenlijk, dat is gewoon ego waarschijnlijk, kick of als eerste zijn met dingen. Dus dat is ook een drive die erin zit. Ik vind het geweldig hoe het gemaakt is. Ik vind het fijn dat het functioneel is. Dus het is geen kunst, maar echt een gebruiksvoorwerp. Ja. En ja, dat, ik denk dat. En wat was dat dan als kind? Want toen had je niet deze gedachte daarbij nog. Nee. Wat was dat? Die gedachte heb ik ook sowieso later bedacht. Hè? Ja, dat doen we meestal. Om het te verwoorden. Ja, precies. Ja. Dus het is in eerste instantie een gevoel. Maar als ik het moet opschrijven, is het dat. En als kind, ik weet niet wat het was. Maar ik zat wel eens gewoon met pruiken, jurken, gewaden, sieraden, make-up op een fiets of zo. Dan was ik gewoon aan het spelen. Ik denk dat ik dat gewoon. Maar ik weet niet of dat uiting is, maar gewoon een soort vorm van creativiteit. Yeah. Want ik tekende ook heel veel, schilderen, dat soort dingen, maar ook verkleden. Dat was een van de dingen die ik deed om iets te creëren of zo. En waar let je dan op als kind? Let je op lijnen of kleuren? Of? Ja, toch al silhouetten. Ah ja. Ja? Toch al vorm. Van wat doet het als je dingen over elkaar heen aantrekt? Ah, ja. Ik verander als ik een pruik opzet, als ik daar ook nog een hoed op doe, dan verandert er iets. Daar let ik denk ik op. Maar ik ging ook wel eens met Anna in kimono's met het gezicht helemaal wit en van die Japanse knotten. En het was ook wel eens gewoon echt typetjes. Ja. Maar het was een belangrijke uiting van creativiteit. Ja. Spelen. Denk ik. Ja. Maar ik zeg wel eens, ik ben ontwerper geworden. Ja. Maar ik had ook een andere vorm van creativiteit kunnen kiezen of doen. Dus ik krijg ook een heel goed gevoel van tekenen. Weet je, het is dus nu video's maken. Dus de uiting van die creativiteit maakt niet zoveel uit. Ja. Hoe reageerden mensen vroeger op je als je zo lekker aan het spelen was met je kleding? Ja, nou, wij wonen dus echt heel afgelegen. Je werd gewoon niet gezien. Nee, er waren geen mensen in de buurt. Echt niet, hè? Het is een van de meest afgelegen plekken, denk ik, in Nederland nog. Hoe ver je achteruit gaat en dan een heel stuk land. Dus eigenlijk de enige mensen die echt reageerden op mij waren mijn broers, zussen. Zus en broers en mijn ouders. En die vonden dat normaal. Die vond het normaal. Oh ja. Nou ja, mijn moeder zag wel dat ik anders was dan mijn zus. En later dan ook dan mijn broertjes. Maar die gaf mij niet het gevoel dat ik gek was. Maar was het dan zo, Rosemarijn en de rest? Nee. Iedereen was anders. Iedereen was anders, ja. En dat ik op die manier in elkaar zat, was niet. Dat werd mij niet duidelijk gemaakt of zo. Dat mocht gewoon. Dat was gewoon oké. Merkte ik niet. Ja, nee, ja. Heel lang niet doorgehad. Ja, interessant is dat. Ja, mooi. Knap ook, als ouders dat kunnen. Ja, dat vind ik heel knap. Sowieso heel blij met mijn opvoeding. Ik heb er een vraag over. Oh. Nou, zeg maar. Als je iets zou mogen veranderen in je opvoeding, wat zou het zijn? Ja, het is eigenlijk echt heel kut, maar niks. Want ik zeg ook heel vaak, als ik kinderen zou krijgen, dan zou ik ze hopelijk zo kunnen opvoeden als mijn ouders mij hebben opgevoed. Maar dat is ook een beetje ziek, want dat ze nog op een soort voetstuk staan. Maar ik kan. Ga dan terug naar Niebers. Om daar, Nee. Oh, nou, de locatie. Ik had liever in de Jordaan willen opgroeien.
Ja, ja, die, ja? Nee, ik denk dat die leegte daar ook waanzinnig goed is voor kids om zich helemaal te ontwikkelen. Dus ook daarin hebben ze het goed gedaan. Ja. Alleen ik ben nu heel blij in de stad. Maar je had nooit, in Jordaan had je nooit zo onopvallend kunnen zijn. Dus dat is natuurlijk, in Nieuwers kon jij dus ongezien alles doen en hier zou het gezien worden. Ja. Dus dat zou gelabeld worden. Dan zou ik daar weer om aanpassen of niet. Ja. Want heel veel mensen die uitgesproken gekleed zijn, zijn of rebels. Ja. Wel? Dus ze willen graag opzettelijk opvallend zijn. Ja. Ik wil helemaal niet opvallen. Het hoeft van mij niet, die aandacht. Ik wil alleen wel heel graag dragen wat ik zelf mooi vind. Maar daar heb ik in het begin van het kijken van video's een beetje afgevraagd, inderdaad. Ja, wat zo, dit ding of zo. Oh, ja. Nou, maar wat is dat dan? Wil ze zo graag dan net iets anders doen dan of zo? Ja. En al snel kan daar, weet niet, gewoon omdat je dat. Ik weet niet waarom. Ik wil echt die aandacht niet. Alleen ik wil ook niet iets aantrekken. Nee. Omdat ik weet dat anderen dat accepteren. Dus ik zit eigenlijk een soort gevangen. Terwijl er zijn heel veel mensen die excentriek gekleed gaan. Die ook de bijbehorende aandacht heel fijn vinden. En dat vind ik niet per se. Maar je filmt het wel. Wat ik draag. Ja, nee, ja gewoon jezelf. Ja. Nee, dat maar je zegt ik wil niet gezien worden. Nee, dat zeg ik niet. Je mag zien worden, maar. Nee, ik vind het niet trots. Ik ben trots op mijn kledingsmaak, maar buiten de kudde vallen is niet iets wat ik per se een plus vind. Ik zou het liefst gewoon lekker in een groep zitten. Dat vind ik ook gezellig. Alleen dat ik deze smaak heb, ga ik niet verhullen. Nee, dus eigenlijk ga je niet zo aan doen. Dus nee, ik wil bij mezelf blijven en daar ben ik ook wel goed in. Ja. En als ik dat doe, val ik toch helaas op. Want ik ben anders gekleed dan de meeste mensen. En je kan je afvragen of zij zich niet allemaal aan elkaar aan het aanpassen zijn. Ja, nee, ja, nee, ja. Dus. Oh, maar dat vind ik me niet zo'n vraag. Maar. Nee. En hoe zag jij dat dan, wat ik op die video's doe? Hoe heb je dat geïnterpreteerd? Ik moest er wel echt een paar zien. Oh, bijna. Ja, maar dat vond ik heel leuk dat je dat laatst bij koffie drinken zei. Dat je moet iemand leren kennen voordat je het leuk vindt om ernaar te kijken. En je kan niet. Als ik een vlog aanklik, vind ik zelden de eerste vlog van iemand meteen leuk. Ja, klopt. Dus dat herken ik wel. En dat zei ik ook als jij nieuwe mensen in je vlog zet, dat ik daar altijd even moet wennen. Dat zei je, dat snap ik ook wel. En ik vond het echt, en ik vind het dan mensen ongeveer zo na 3 of 4 keer, vind ik ze echt zo vreselijk leuk. En dan wil ik ook dat ze alleen maar terug blijven komen. Ja. Ik ging je toen heel snel leuk vinden en toen ging ik ook heel goed zien, of niet begrijpen misschien nog, maar wel zien wat je aan het doen was. En ook dat wel een beetje beseffen. Volgens mij wil je niet zozeer anders zijn. En dat zei ik laatst bij koffiedrinken ook. Toen dacht ik na een paar keer, oh, ze weet waar ze het over heeft. En dat vond ik, want ik denk, weet je, iedereen kan de winkel inlopen en dus 6 dingen aantrekken. En denken, ja, dat kan of niet of zo, zeg maar. En op een gegeven moment dacht ik, oh, je hebt er ideeën bij. En daar werd ik heel nieuwsgierig naar, van wat zijn dan die ideeën? En ik begrijp het nog steeds niet goed. Okay. En dat vind ik bijvoorbeeld net zo als jij een kringloop inloopt en iedereen zegt ook altijd, jij pakt dan precies weer wat ik niet zou pakken, heb ik ook altijd. Ik denk, waarom pak je dat? Ja? Die roze vaas, die ben je echt. En ik ga hem spontaan heel mooi, dan ga je hem dichtbij filmen en dan ga ik die schakering en dat roze zien en dan denk ik, oh ja, domme. Zo. Maar ik vind het zo lelijk. Ja, maar goed. Maar dan ben ik benieuwd naar of je dat. Doe je dat eens expres? Nee. Pak je eens expres dat je denkt, nou, ik vind het nu eigenlijk niks. Maar als ik er dan misschien 3 minuten naar kijk. Ik denk gewoon elke keer oprecht dat het het mooiste is wat er staat. Ja. Totdat ik weer een comment krijg van: oh, wat vreselijk. Dat je dat ding pakt, maar thuis trok je het aan. En toen was het wel mooi dat ik denk, ja. Maar dat vind ik zelf ook. Oh, maar dus die verbazing, die weet je ook helemaal niet. Je weet ook ik niet. Denk, nou, bij sommige dingen denk ik nou echt. Nou, dat vindt iedereen mooi.